De eerste belangrijke vraag is natuurlijk, wat brengt dit rapport nu precies bij, mevrouw Van Bremt? Want om eerlijk te zijn, ik lees niks waaruit ik afleid nooit meer Dieselgate. Als we alles toepassen wat we vandaag beslist hebben, gestemd hebben, dan durf ik te zeggen nooit meer Dieselgate. Maar ik ben de eerste om te zeggen, dit is een zeer sterk rapport. Ik ben heel blij met de... De kamerbrede meerderheid die we mm -hmm. gehad hebben. Trotse voorzitter. Ik ben een hele trotse voorzitter. Um, maar ik ben de eerste om te zeggen, en dit is nog maar papier. We hebben papier gestemd en dat moeten we nu toepassen. En daarvoor gaan we ook de lidstaten nodig hebben om dat op een goede manier te doen. Dus ik, ben, ik spreek met twee woorden, ik zal het zo zeggen. Ja. Sterk rapport, en nu, het werk is nog lang niet gedaan. Nu gaan we dat moeten toepassen en implementeren. Commissie... Raad moet nu ook in gang schieten. Ja, de lidstaten. Maar daar hebben we het zo meteen nog over. Uh, meneer Belet, uit de conclusies blijkt toch ook vooral de onmacht die er in het verleden is geweest ten opzichte van dergelijk schandaal. Ja, dat is zo. Uh, het systeem was eigenlijk structureel fout. Mm. Ik voel me daar ook mee voor verantwoordelijk, want sommigen beginnen nu te wijzen. Het was Tajani, of het was die, of het was die partij, of het was de commissie. Maar ja, u was niet enthousiast, uw partij in het begin, leid ik daaruit af. Hè? Nee, ik denk wij Waarom? waren niet, niet enthousiast over een onderzoekscommissie. Ja? we dachten van, omdat, uh, omdat we zien wat vandaag nu gebeurt, dus het rapport wordt vandaag goedgekeurd, en ondertussen, in de reguliere parlementscommissies is het wetgevende werk volop aan het rollen. We hadden gezegd, ja, oké, okay, laat ons daarop inzetten. Zoals in de commissie Interne Markt, is eigenlijk wat we hier vandaag hebben voorgesteld, al aan het rollen. Dat wetgevend werk ja. zit al in de pijplijn. En we hebben gezegd, oké, okay, laten we ons daarop inzetten. Maar oké, okay, we hebben nu de twee en die twee moeten samen landen in de plenaire vergadering in april. Mm -hmm. Des te beter, okay. dat kan elkaar versterken en dat moet elkaar versterken. Ja, als we het over die onmacht uit het verleden hebben, laten we toch nog even een kat een kat noemen. Ja, de Europese Commissie en heel wat lidstaten, die wisten eigenlijk al jaren precies wat er aan de hand was, mevrouw Van Bremt. Absoluut. In ieder geval wat we... Echt hebben kunnen vaststellen is dat al meer dan tien jaar de experts binnen de commissie, maar ook binnen de lidstaten, op de hoogte waren van een onaanvaardbare kloof mm -hmm. tussen wat die auto's, die goedgekeurd waren, uitstoten in een labo en wat ze in de echte wereld uitstoten. En gaandeweg kregen wij alleen nog maar papieren normen. Op papier stond dat we propere auto's moesten hebben en in de realiteit. Was dat niet. En daar heeft nog de commissie, nog de lidstaten hebben met die gegevens iets gedaan. Wel in tegendeel. Hè. Ze hebben daar hun ogen voor gesloten, of ze hebben gedaan of het er niet was. Um, en tegelijkertijd waren ze, hadden ze de opdracht gekregen om te werken aan echte testen op de weg. En daar hebben ze ook nog eens ja, mee getreuzeld. En sommige lidstaten hebben. Onomwonden de, de ja. vooruitgang tegengehouden. Ja, dat stelt u onomwonden in dat rapport. Meneer Bellet, daar staat ook in ja, eigenlijk te veel lidstaten werkten op geen enkele manier mee naar het streven ja, van de real driving emission. Dat ja. er eigenlijk los van die papieren testen, dat er ook werkelijk testen gebeurde in een ja, real-life straatomgeving. Testen. Ja. Verandert dat nu? Ja, dat verandert zeker. Dat is eigenlijk goedgekeurd, dat die testen uit de laboratoria worden gehaald en dat er nu dat er dus de uitstoot van de stikstofoxide dat die op de weg moet geweten worden in de reële rijomstandigheden. Re ja. Maar mevrouw Koos, als ik één ding mag zeggen. Als je ziet, die wetgeving is in 2007 goedgekeurd. Nadien is er een zware crisis gekomen in de automobielsector. Ja. Er zijn ook fabrieken in België gesloten. Dat, dat, dat heeft, staat ook in het rapport. Dat er heeft er waren zeker meegespeeld. De financiële crisis. Ja, uiteraard heeft dat meegespeeld. Dat is zo belangrijk. Ik zeg niet dat men daardoor op de rem gestaan heeft, maar dat speelde mee. Of men wilde niet raken aan de wel. Honderdduizenden jobs verloren in de automobielsector. En dan ging men tegelijkertijd kiezen voor veel strengere normen. Daar is zeker mee gespeeld. Het belangrijkste is dat die verstrenging dat die er vandaag is, dat die nieuwe tests. Voor de uitstoot van stikstof niet ja. meer in het laboratorium, maar op de weg zal gebeuren. Dat is ja. goedgekeurd. Ja. Ik ben toch Ruit... een beetje min minder mild uh, dan Ivo mm. wat dat betreft. Hè. Um, uh, natuurlijk was iedereen bezorgd over uh, werk in onze industrie. Maar wij hebben 400.000 uh, voortijdige doden te betreuren omwille van de slechte luchtkwaliteit. En die is niet alleen te wijten, maar toch vooral te wijten aan de slechte. Um, uh, aan de uitstoot van onze wagens en onze vrachtwagens, vooral in stedelijke omgeving. Dus ik vind, ook al is het crisis, we moeten wel eens afleren om te zeggen, het is crisis, nu gaan we even niet met de volksgezondheid bezig zijn of met het klimaat bezig zijn. Ja. Um, de twee moeten hand Moet ik in ik hand kunnen zeggen? gaan. En ja. dat, dat kan ook wel. Want wat is het gevolg nu? We hebben een, een industrie gehad die hun middelen hebben geïnvesteerd in het bedriegen van de mensen. En... Slechte luchtkwaliteit. Ja. Ze hadden die middelen ook kunnen investeren in de auto van de toekomst. Okay. Ja. En we lopen nu eigenlijk Set. achter omdat we zo mild zijn. Ja, u, u mag daar meteen op reageren. Natuurlijk is hier daarmee antwoordt u misschien meteen uh, op de discussie. in hoeverre ja, kan alles wat nu in dat rapport staat, ook echt afgedwongen worden en zorgen voor verandering. Ja, het, het belangrijkste is, wat we vandaag hebben goedgekeurd, dat dat niet nog, vaak is dat zo met een wet, dan duurt dat nog jaren. Ja. De richtlijn is goedgekeurd en geïmplementeerd. Ja. Een aantal dingen zitten al in de pijplijn, dus datgene mm -hmm. wat, we, wat we zo net zeiden. Wat ook waar is, is dat we de voorbije jaren, Kathleen zal dat bevestigen, heel zwaar hebben ingezet op CO2. He, die mm -hmm. CO2 moet naar beneden. He, en uh, alle mogelijke maatregelen om strenge CO2-normen CO2 -normen aan, aan die auto, ja. ook diesels op te leggen he, en benzineauto's. En te, we zijn die stikstofoxide wat uit het oog verloren, want mm -hmm. die twee spreken met als je inzet ja. op CO2, minder CO2, is vaak meer NOx, meer stikstof, en omgekeerd. Mm. En nu, tot onze schaanschander hebben we gezien dat de stikstofoxide in onze ja. steden omhoog gaat. Dan moeten we nu holden, 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 okay, de boven daarop inzetten. Ja, daarop inzetten. Komt er nu een centraal controleorgaan, een Europees ah. orgaan? Want dat stond zeer niet in vraag. het oorspronkelijke rapport. Hè? Nee, zeer goede vraag. Um, dat is vandaag gestemd, maar met een krappe meerderheid. Ja. Dat zeggen... Links tegen rechts in het parlement. Mm -hmm. um, uh, en dus, ik weet het niet. Hè. Ik hoop echt dat um, uh, de partij van Ivo dat mee gaat ondersteunen. We hebben nog wat tijd om elkaar te, te overtuigen. Ja. We hadden daar Want een brief over, dus ik ja, heb daarvoor gestemd. Ja, ik weet dat je ja. ervoor gestemd ja. hebt. Ja. Oké, okay, dus, maar krappe meerderheid dus we dat moeten daar... betekent dat er bepaalde belangen zijn waar door ja, dit niet. In deze vooral een aantal lidstaten opnieuw. Mm -hmm. Want we weten nu al dat in de Raad een aantal lidstaten. ...onder um, helaas het slechte leiderschap van Duitsland in dit geval... Hè, ja. um, uh, ...probeert dat tegen te houden. Want die hebben zoiets van, dat is lidstaat, wij gaan toch wel de controle voeren. Dat is geen goed nieuws eigenlijk voor en dus dit rapport. Men... En bijvoorbeeld, wat we ook hoorden in de reportage... Ja, ...maak die pakkans, gebruikt. dat auto's van de we weg moeten... kunnen geplukt worden. Dat is nog een volgende stap. Ja, hè. En kan dat gebeuren? Dat kan, de technologie is voorhanden. En ook dat hebben maar... we vandaag gestemd, maar daar hebben we ja. nog geen wetgeving over. Hè. Dus first things first, laten we eerst zorgen dat we een autoriteit hebben mm. en dan zorgen dat we kunnen controleren op de weg. Want als ja. je nu echt het systeem sluitend wil maken, dan moet je de controles voeren op de weg. Oké, okay. maar ik vertaal. Um, heel tevreden over het rapport. Tegelijkertijd hoor ik hier nog een lange weg te gaan. Meneer Belet, ik leg het u voor. Ja, zal de sector zelf hiervan onder de indruk zijn? Laat ik man en paard noemen. Ja, je hebt de hele lobby die een ongelooflijke invloed heeft op de Europese instellingen. Is, Zal dit werken? Het is ook niet uh, onlogisch dat wij... Er wordt over die lobbyisten zoveel gezegd. Hè? Mm. We moeten die niet ontvangen, we moeten die buiten houden. Mm. Ik ben daar helemaal tegen. Ik ben u bent om... tegen, u wil ze wel ontvangen? Nee, uiteraard wil ik ze ontvangen. Ik wil ja? iedereen ontvangen, altijd. Maar ik schrijf het wel op. En ik schrijf, als ik een rapport maak, wetgevend of resolutie, ik schrijf op wie ik allemaal gezien mm. heb. Of het Opel is, of Volkswagen, ja? wie dan ook. Ik wil ze allemaal zien. Ja. Ik wil ook transport en environment en Greenpeace okay. zien en zo verder. Wat zegt en... u van de opmerking van Groen... Je vaak hoort dat eigenlijk ja, de EVP die lobbyisten, de sector wel heel erg genegen is. Denk aan de Duitse belangen in de auto-industrie. Ik... De EVP: De Groenen zitten niet mee aan tafel. Ik verwijt Groen dat is hun deur dicht houden voor ja? de ondernemers. Ik vind dat je naar hen moet luisteren en dan moet je niet uitvoeren wat ze zeggen, maar je moet hun argumenten meenemen. En dat gaat over meer dan 10 miljoen mensen die werken in de auto-industrie. Ja. En je laat moet uiteraard zorgen dat ze vertalen. de wet naleven. Ja, Zo'n gewenste commissaris, ja, zoals Tajani, Antonio Tajani, die nu voorzitter is van het Europees Parlement, die in de commissie gewoon komt verklaren in de onderzoekscommissie, ik wist van niets, er is mij ook nooit iets gevraagd. Zal dat veranderen? Ja, dat heeft hij niet helemaal gezegd. Was genu... Ik zat naast hem hè, toen, hij, ja? toen hij die verklaring kwam afleggen. Het was genuanceerder dan dat. Wat Antonio Tajani zei, en dat heeft meneer Tots in de inleiding ook gezegd, eigenlijk was het niet de Europese Commissie. Je wetgeving was gemaakt en eigenlijk de controle op de uitvoering van de wetgeving zat bij de nationale staten. Bij ja. de nationale dus mijn autoriteiten, naam is Haas, zei hij. Nee, eigenlijk... nee, nee. Hij, het was eigenlijk wettelijk niet voorzien dat hij de okay. nationale autoriteiten kon ja, doen. Kon vind Ivo opnieuw een beetje te mild. Ja? Um, wij hebben in het, um, in het rapport een heel duidelijk standpunt ingenomen en nog eens ook gesteund door de EVP. We hebben gezegd, de commissie, vooral de vorige commissie, niet deze, hè, dat is een heel ander verhaal, de commissie vandaag, de vorige commissie heeft wanbeheer gedaan. Ze heeft niet gedaan, ze heeft de Europese wetgeving niet doen toepassen, de lidstaten ook. Hè. Um, in die commissie was de hoofdverantwoordelijke voor die wetgeving. Commissaris Tajani. Maar niet alleen, er waren er ook anderen. Hè. Dus in dat opzicht ging het er mij niet om om Tajani vast te pinnen als degene die alles misgedaan nee, heeft. De verantwoordelijkheid, heeft. Van de verantwoordelijkheid van de was, was collectief, hij was de hoofdverantwoordelijke en het was vooral een van sluiten ogen. Maar ik vind dat wel erg. Hè. Opnieuw, dat heeft ervoor gezorgd dat onze kwaliteit van onze lucht niet verbeterd integendeel verslechterd is. Okay. Dus dat is wel een grote verantwoordelijkheid. En ik vind dat. We hebben die ook wel vastgelegd, die verantwoordelijkheid. En, en ik heb zal... voor alle duidelijkheid ook niet voor hem gestemd als voorzitter van het Europees Parlement. Oké, okay, okay, dat is duidelijk. Vraag: heel belangrijke vraag voor de toekomst is. Nogmaals, we hebben dit rapport. Ik hoor hier bepaalde geluiden die toch ook niet zoveel zekerheid geven op een volledig goede afloop. Hoe moet dit nu verder? Het moet worden gestemd door het voltallige parlement. Ja, dat is in april, maar tegelijkertijd. En dat wij... zal zeker slagen? Ja, dat, ik, ga uit, ja, ja, ik weet nee, niet of het agentschap erdoor ja. zal komen. Nee, er zullen een aantal amendementen nog veranderen, maar het rapport zal ja? altijd. Wat wij nu, nu, nu moeten doen. doen, mevrouw Kools, is ons wetgevend werk verder zetten dan we aan toen zijn. Hè? Zoals, mm -hmm. een, zo, zoals we gedaan hebben met die testen, het laboratorium, afschaffen, vervangen door test uh, op de weg. Strenger Europees toezicht, dat zit in de pijplijn, Zorgen dat die uitstoot van die, van die, die, die normen voor uitstoot van stikstofoxide ja? verder naar beneden ja. gaan. Dat is vandaag goedgekeurd. Verstrengen. Goed ja. We vragen de Europese Commissie: kom snel met een evaluatie. Het wetgevend werk gewoon verder. Doen, ja? en zorgen dat we implementeren wat we vandaag hebben gedaan. En wat als de lidstaten dan toch zeggen van wij trekken ons dit niet aan en we doen gewoon Wel, door, zoals ik, zo vaak gebeurt? Ik ben niet helemaal pessimistisch. Onze, de, de medestanders die wij hebben vandaag de dag, dat zijn de burgemeesters van onze steden. Als je ziet wat dat de burgemeester van Parijs doet, de burgemeester van Londen, ook in, ook in België zijn er heel wat burgemeesters... De Low Emission Zone, De low-emission zone, absoluut. Maar het probleem met de low-emission zone is... Dat doordat al die auto's heel veel uitstoten boven de norm, dat dat. Dat, dat, dat ja. werkt niet. Dat is niet zeggen, de verantwoordelijkheid van de burger. Ja. Ja, het is een begin, maar onze grootste medestanders zijn de burgemeesters en de inwoners van de steden die dag in, dag uit onder de slechte luchtkwaliteit. Ja. Dus ja. En zij de moeten de... Er in nationale parlementen... Daar is een mentaliteitsverandering nodig ja, Maar bezig. ook bij ons allemaal. Ik denk dat de meeste van ons chauffeurs automobilisten zijn. We zijn ook klanten, we zijn consumenten. Wij willen duidelijkheid over wat er op, als er op je factuur staat. Software-update, mm -hmm. dan wil je weten wat dat is. Mm -hmm. Wat ze met je auto gedaan hebben, dat hebben we vandaag ook goedgekeurd. Ik absoluut transparant wat er met je auto zijn. En als dat de prestatie van, de auto, van je auto beïnvloedt, dat, okay. dat de autoconstructeur zelf dat gratis repareert, dat staat er ook okay. in. Dus hier aan deze tafel zaten een zeer hoopvolle voorzitter en vicevoorzitter van de onderzoekscommissie. Dank je wel, Kathleen van Bremt en Dankjewel. Ivo Plet.